Iedereen in de Blessen is er klaar voor. Bijlen kan het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Ja, en de Blessen degradeert als Bijlen vandaag wint. Vreugde en verdriet liggen dus dicht bij elkaar, maar Bijlen moet het nog wel even doen. Het is een eerste goede poging. Ook een knappe redding van doelman Jos de Nekker op het schot van Harjan Veldhuis. En dan weer Bijlen in het vertrouwde geel natuurlijk. Dit is een aardige poging. In eerste instantie goed gerekt door de Nekker. Maar hierop is die, nou, kansloos is die bal wel of niet over de lijn. Uiteindelijk geeft de assistent scheidsrechter, de grensrechter van de Blessen aan, dat de bal wel een halve meter over de lijn is geweest. En het is een doelpunt van Koen Hollemans. 0 tegen 1. Dan weer Bijlen. Het is eigenlijk één richtingsverkeer in die eerste helft. En dit is de topscorer van Bijlen, Bertus Wolters. En hij maakt zijn 29ste treffer van het seizoen. 0 tegen 2. Uitstekend afgerond. En 0 tegen 2 zal ook de ruststand zijn. Er wordt niet heel erg goed gevoetbald door Bijlen. Lijkt toch wel dat er een soort kampioensstress over de ploeg heerst. Maar 0 tegen 2, dat moet toch wel genoeg zijn. Ja, met deze stand zal de Blessen degraderen helemaal als doelman Jos de Nekker ernaast zit op het schot van Frank Polman. 0 tegen 3 vlak na rust en dan lijkt de wedstrijd gespeeld. 0 tegen 3 dus. Ja, vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Bijlen lijkt kampioen te worden. De Blessen zal degraderen. En hier lijkt er 0-4 zelfs in de maak, maar het is buitenspel. En Koen Hollemans niet met zijn tweede treffer van de middag. Scheidsrechter 18 constateert dus buitenspel op advies van deze grensrechter. En dan de Blessen doet het dan niets terug. Hij heeft daar een beetje hulp nodig van Bijlen. Want dit is namelijk heel, heel erg matig uitverdedigd. En daar in het centrum een duw van aanvoerder Edwin Meppeling. Goed gezien door scheidsrechter 18. Strafschop dus. En de kans om het weer een klein beetje spannend te maken. Achter de bal Marco Schokker. Uitstekend binnengeschoten. 1 tegen 3. Ja, wat kan de Blessen dan nog? Bijlen wordt een beetje slordig. En hier een uitstekende redding van doelman Remco Vos. En ook in tweede instantie weet hij de aansluitingstreffer te voorkomen. Het had nog even spannend kunnen worden. Maar het blijft 1 tegen 3. En dan weer Bijlen. Ze krijgen ruimte. De Blessen komt. In het centrum staat Wolters buitenspel. Maar Hollemans niet. En die legt de bal goed breed en dan staat hij niet meer buitenspel. Ja, dit is een koud kunstje. Treffer nummer 30 van het seizoen. Bertus Wolters. Uitstekend breed gelegd. En goed afgemaakt natuurlijk. 1 tegen 4. En dan is het kampioenschap binnen. Het kan niet meer misgaan. Vraag is alleen, hoeveel wordt het? En hoe hoog is de frustratie bij de Blessen? Nou, kijk eens even hier. Dit is al een forse overtreding. En dan ook nog eens natrappen. En dus, ja, terecht de rode kaart. Het kan niet anders voor Frank Kamans. Scheidsrechter 18 denkt nog even na. Maar kan niets anders dan de rode kaart geven. Dit hoort niet op een voetbalveld thuis. Dan nog een kwartier te spelen. En het toetje, het mooiste, bewaren we tot het laatste. Kijk eens, prachtige aanname. En schitterend binnengeschoten. De kers op de taart. Uitstekende treffer, de derde van de dag voor Bertus Wolters. Hij is de man van de wedstrijd. Ook vandaag weer belangrijk, maar wat doet hij dit prachtig. En Bijlen wordt terecht kampioen. Ik denk dat er misschien wat spanning op zat. En natuurlijk, iedereen verwacht dat je die wedstrijd wint. En je moet het uiteindelijk toch nog wel even doen. En je wint met 5-1, dus supermooi dit. Ja. Ben je morgen vrij? Ja, ik ben morgen vrij. Gelukkig wel. Dat wordt een leuk feestje. Ja, dat wordt zeker leuk. Veel plezier. Ja, dankjewel. Bijlen dus kampioen. We zien dat Assen Boys vandaag wint met 5-3 van Udiros. En ook Dwingelo wint met 2-1 van Veno. De stand. Bijlen is kampioen. Dwingelo op een tweede positie. Assen Boys staat derde. En de Blessen is definitief gedegradeerd.